Ben ik nu de Sjaak als ik een mediaspeler gebruik? Het korte antwoord, nee. Maar er valt ook nog wel iets meer over te vertellen. Eerst even de context. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat de verkoop van mediaspelers of filmspelers met daarop software om illegaal films, sportwedstrijden en series te bekijken, illegaal is. Joh, de verkoop moet nu dus stoppen. Maar als je nu al zo'n speler hebt, moet je die dan weggooien? Mwah. Ja, je breekt de wet als je naar video's kijkt waar je niet voor betaald hebt. Maar nee, Brein heeft al aangegeven dat ze niet achter individuele gebruikers gaan. Waarom niet? Het is heel moeilijk om te achterhalen wie een overtreding heeft begaan. Van die persoon moet een IP-adres achterhaald worden. En deze moet aan de provider worden gegeven om gegevens los te krijgen. Maar een provider in Nederland wil er eigenlijk nooit aan meewerken. Zegt de rechter dat de provider daar wel aan mee moet werken, is het nog steeds heel moeilijk om de schade te bepalen die het bedrijf geleden heeft. Dus, ja, het is nu zeker en 100% illegaal om illegale streams te bekijken en ook niet te verantwoorden. Maar de pakkans is nihil.